Yo mensen, Lucky Gravenberg met vandaag de tweede aflevering van FIFA 14 News en Futures. Vandaag heb ik voor jullie een stuk of 5 volgens mij, ik weet niet eens precies, screenshots van ja, de layout zeg maar, van hoe het er ongeveer uit gaat zien. Ook zit er één nieuw ding in, daar gaan we meteen mee beginnen. Daar gaat hij aankomen. Het eerste screenshot is van de co-op seizoenen. Co-op seizoenen is eigenlijk profclubs, maar dan net anders. Dus eigenlijk is het helemaal geen profclubs. Maar bij profclubs kon jij bijvoorbeeld met 3 man online. En dan kwam je tegen andere mensen die met z'n 3 of 4 of 5 of 2 speelden. Alleen het probleem daar was, je had poppetjes van jezelf die... Sommigen hadden poppetjes van 96 of van 90 algemeen. Maar op het begin waren ze 74. Dus dat waren jouw eigen poppetjes die best goed waren over het algemeen wel. Maar dan had je voor de rest... waren het alleen maar van die poepspelers. Van die spelers van 65 algemeen. Nou, co-op seizoenen is eigenlijk profclubs. Maar dan met normale clubs. Dus stel, ik ga met 2 vrienden met Barcelona online. Dan ben ik Messi, is hij Neymar en die ander is Elke. Dus die is Dus die is de rest van de spelers. En ik sloeg tegen mijn tafel aan. Ik weet niet of je dat hoorde. Maar co-op seizoen heeft 5 divisies, zoals je rechts kunt zien. Want hij heeft pas 12 punten. En hij heeft al 4 wedstrijden gewonnen. Dus het zijn maar 5 divisies. Ja, en je kunt dus eigenlijk gewoon met je vrienden online tegen anderen. Gewoon 3 versus 3, 5 versus 5. Dan de volgende is het screenshot van Ultimate Team en dan het gedeelte. Je ziet in die bovenste rij zie je al staan play, dat is dus wat je ziet. Je kunt zien squads, store, transfers en my club. Oftewel is precies hetzelfde als dit jaar, waren precies dezelfde tabbladen om maar zo te noemen. Maar er zitten wel veranderingen in. Ten eerste je ziet online seizoenen en single player season, oftewel offline seizoenen. Dat was dit jaar ook al, maar dit jaar waren het 5 divisies, nu 10. Het schijnt ook te zijn dat de prijzen anders zijn, dat je ook spelers kunt winnen of meer coins, ik weet niet precies. Het wordt ook moeilijker om divisie 1 te bereiken, aangezien er nog 10 divisies zijn. Je kunt een ja, online of offline tournament en online tournament, toernooi dus. Dat was dit jaar ook al. Het Team of the Week, nou, dat is ook algemeen bekend. En de online single matches zijn terug, die natuurlijk op FIFA 12 zaten. Ook kun je gewoon, zoals... altijd al tegen een vriend zijn team spelen. Maar vooral die single matches, dat is natuurlijk het positiefste van alles. Dan nu krijgen we een paar screenshotjes van carrière mode. Carrière mode, over het algemeen verandert er natuurlijk niet heel veel aan. Je staat nog steeds play match, simulate match. Rechts zie je de stand. Je ziet van die gebeurtenissen van spelers die van club verwisselen. Je ziet de voorbeschouwing op Spurs versus Chelsea. En je ziet het Global Scouting Network. En dat is eigenlijk het enige nieuwe aan carrière, denk ik. En voor de rest hebben ze de layout helemaal anders gemaakt. De layout heeft nou meer iets weg van Ultimate Team. Maar even verder gaan op dat Scouting Global Scouting Network. Ik heb er niet echt veel info over kunnen vinden. Maar het komt er eigenlijk op neer dat je echt gericht kunt scouten, zeg maar. Want... voorheen had je eigenlijk alleen maar je jeugdteam, dat die van die jeugdspelers scouten van 16, 17 jaar oud, zeg maar. En dan, dat is niet veranderd, dat is er nog steeds, een jeugdteam. Tenminste, dat heb ik ergens gelezen, of het helemaal waar is, weet ik ook niet. Maar het jeugdteam is er dus nog steeds. Maar jij kunt nu ook gewoon andere spelers scouten. Ik snap er eigenlijk niet heel veel van, ook als je rechts kijkt wat hier allemaal staat. Dan gaan we nog even terug naar het screenshot wat we net hadden. Je ziet dat we hier bij Central zitten. We kunnen ook nog naar Squad. Daar heb ik ook nog een screenshot van. Je kunt naar Transfers, naar Office en naar Season. Oftewel, bij Season waarschijnlijk zie je gewoon de stand. Bij Office krijg je die berichten van... ze hebben geboden op je speler of jij hebt geboden en dan hebben ze het bod geaccepteerd of niet. Bij Transfers kun je denk ik je transfers zien. Lijkt me logisch. En bij Squad zie je dit. Het heeft echt heel veel weg van Ultimate Team. Dat zie je vooral hier, maar sowieso de hele layout van carrière heeft al best veel weg van Ultimate Team. Je ziet hier dat je dus, je club squad is dit, wat je links ziet, dat zie je ook, want het is Tottenham Hotspurs. En dit is nog met Bill, Adebayor, Dembele, Lennon en zo, je ziet het. Je hebt ook nog een INTL squad, ofwel de International squad. Dus stel jij bent bronscoach, dan kun je die ook nog aanvinken, dan zie je die. Dan zie je je International Squad Selection, oftewel de selectie die je wil meenemen, die kun je altijd maken. Dat was in FIFA 12 en 13, of 12 nog niet, maar 13 was dat ook al. Squad Report kun je zien hoeveel je spelers beter slash
slechter zijn geworden. Bij formations kun je denk gewoon je formaties aanpassen. Bij kitnummers kun je je rugnummers wijzigen. En ja, wat je vooral dus eigenlijk ziet, het lijkt gewoon heel veel op Ultimate Team. Carrière, de layout in ieder geval. Vooral zo met die squad. Dan nog het laatste dingetje is dit. Ik denk dat de meesten dit al weten. Je kunt je club items, je spelers, je divisie waar je in zit, je trofeeën en je coins allemaal overzetten van de Xbox 360 naar de Xbox One. En van de PS3 naar de PS4. Ik denk dat de meeste mensen dit al wisten, maar ik doe gewoon alles erin wat ik jullie graag wil vertellen. Dus ook de FIFA points, maar dit is maar één, je kunt het maar één keer doen, dus je kunt maar one time transfer is het ook, kun je je FIFA points overzetten van de Xbox 360 naar de Xbox One en de PS3 naar de PS4. En dan voor de rest wil ik jullie vragen, bij 60 likes upload ik donderdag weer een deel van de News of Futures, dus doe ik het niet alleen op maandag, maar ook nog eentje op donderdag. Maar dan moeten jullie wel eens 60 likes geven, bij de vorige aflevering was dat heel snel gelukt. Dus ik hoop dat het nog een keer kan lukken. Bij 60 likes donderdag dus weer eentje. Voor de rest wil ik jullie bedanken voor het kijken. Vergeet zeker niet te liken. En later mensen.